kijk jij uit naar deze Grand Prix? Ja, heel veel enthousiasme natuurlijk. En mooi, trots dat je nu in Nederland een Grand Prix hebt. Hè. We zijn al 7 jaar betrokken bij het succes van Max Verstappen en de opmars naar de top. Dit is eigenlijk zijn beste jaar in Formule 1 tot op heden, wat betreft het strijden om een kampioenschap. En dan om in Nederland dan je thuisrace te hebben, is mooi. Had jij dit ooit verwacht dat er nog een Nederlandse Grand Prix zou plaatsvinden? Nee. 36 jaar geleden was de laatste. Toen Bernard Squie overnam, dacht ik, nou ja, die wilde een soort conferentiezalen van maken. Weet je, wel track days, dat soort dingen. Maar dat die Formule 1 in één keer in beeld kwam, ik denk, jeetje, dan moet je nog zoveel hobbels overwinnen eigenlijk. En natuurlijk heel veel tegenslag gehad. Dus respect voor hem en zijn team dat het dan toch gelukt is. Ja, ze hebben nu ook natuurlijk het circuit veranderd, er zitten enkele bankings in. Ja. Hoe is dat eigenlijk voor een rijder? Je hebt er nu al heel wat ronden al op gereden, natuurlijk niet met een Formule 1 wagen, maar wel met andere wagens. Dus je kunt een goede inschatting maken, denk ik. Ja, op het oude circuit wel die Formule 1 demo voor Red Bull. Nu het nieuwe circuit inderdaad veel rondes met Porsches en dat soort auto's, hartstikke gaaf. Met name die hoge hekken hebben in één keer internationale allure op zo'n circuit. En ik verwacht dat die coureurs uitstappen naar de eerste training een beetje shaky. Ja, want het geeft wel een kick hoor, deze baan. Het is zo snel en in verhouding in rondetijd kort. Hè, het is 4,3 kilometer. Maar ik denk dat ze in 5, 6 seconden rondgaan. Dus dan, die voel je wel. Wie heeft de beste bolide voor dit weekend, voor dit circuit? Kijk, in principe dit seizoen heeft Mercedes en Red Bull op ieder circuit de beste auto. En is de rijder die de minste fouten maakt, die pakt de overwinning. Of met het meeste geluk, want Max heeft natuurlijk best wel veel pech gehad dat hij nog een paar overwinningen had kunnen pakken. Laat die strijd maar doorgaan en geniet van het mooie sportevenement. Ja, tot slot, wat zou je nog meer mee willen geven aan de Dutch Army? Meer rookbommen. Ik kan niet genoeg rookbommen hebben.